Uit landelijk onderzoek blijkt dat je niet in Leiden moet zijn als je een studentenkamer zoekt. Op de lijst met de beste studentenkamersteden is Leiden gezakt van een tweede plek in 2017 naar een tiende plek dit jaar. Het komt in de eerste plaats ook door beleid wat is gemaakt door de gemeente. Het nieuwe verkameringsbeleid, dat behoort tot het strengste van Nederland. Dat betekent eigenlijk dat er heel veel studentenkamers gaan sluiten de komende jaren. Particuliere studentenkamers. Dat gaat honderden studentenkamers kosten. Dus we bouwen aan de ene kant wel bij. Maar aan de andere kant gaan er heel veel verloren. Dus we dweilen met de kraan open. De gemeente Leiden wil overlast van studenten in woonwijken verminderen door het particulieren moeilijker te maken woonhuizen op te delen in studentenkamers. Dat maakt de druk op de woningvoorraad van studentenhuisvester Duo een stuk groter. De woningnood bestaat nog steeds. Er zijn meer studenten die gaan studeren zoals het er nu naar uitziet vanwege corona. Er zijn meer studenten die komen van de middelbare school af. Er zijn mensen die geen tussenjaar nemen, die gaan studeren. En vooralsnog lijkt het erop dat ze ook op kamers willen. De studentenhuisvester is wel bezig met een aantal bouwprojecten, maar dat gaat langzaam. De VVD wil daarom een rem op het verkameringsbeleid. Wacht daar nou op zijn minst even mee en zorg in de tussentijd, dat is onze andere oplossing waar wij al 2 jaar om vragen, om tijdelijke noodhuisvesting totdat al die grote studentencomplexen af zijn. Dan doe je in de tussentijd tenminste iets om te voorzien in voldoende kamers. Corona zorgt er wel voor dat er veel minder buitenlandse studenten naar Leiden komen, maar dat lost het probleem niet op. Er zijn 100 kamers teruggegeven aan ons en die zijn ook direct verhuurd aan Nederlandse studenten, structureel. Dat klinkt mij wel een beetje als de druppel op de gloeiende plaat. Ja, ja, dat is wel een druppel als je praat over nog duizenden mensen die zoeken. Maar er wordt wel voorkomen dat woningen leeg blijven staan natuurlijk.